Ja, ik lees het voor de heren nog een keer voor en ik zou graag zowel van Cornette de Groot in deze volgorde en van Van der Wateringh willen horen hoe dan het karakter van het dichterschap van Lutje Bert in de sociale context functioneert. Wanneer hier staat, deze bundels licht in de duisternis bevrijden geen slaaf, gestraft met onmondige onzichtbaarheid. Dat is uit Oogst in de Dwaaltuin, Rudy. Heb jij daar nou zomaar commentaar op? Nou, ik wil een stukje uit de tweede strofe eraan toevoegen. Daar staat in dat het wel toont de stilte van het geofferde lam. Dat staat erbij. En ik denk dus dat dat een hele mooie definitie is van wat je onder solidariteit kunt verstaan. Kijk, als je een dichter bent, dan gaat het niet aan om te zeggen, ik ga nou een Rode Armee-fractie stichten en we schieten iedereen overhoop die me niet bevalt. Dat wordt toch ergens in een gedicht uit dezelfde bundel. Gewijd aan Breitenbach, zo'n beetje gezegd van, wat jammer nou dat het gedicht van mij geen schot is die die kambeul omlegt. Ik vind dat dat nou juist precies is wat het sociale aspect in Lutje Bert zijn poëzie zou kunnen zijn, zou moeten zijn, is trouwens, dat gedicht dat geen schot is, toch breder en dieper en doeltreffender is dan wanneer het wel een schot zou zijn. Het sociale is dus dat je die kampbeul gewoon laat leven, maar dat je in brede lagen van de maatschappij, van de lezers, ja, het idee ziet opkomen van kijk eens, dit kan toch eigenlijk niet. Je neemt ook aan dat die kampbeul dat gedicht leest en dan neem je vervolgens aan dat hij daar zijn leven door verbetert. Nee, zo naïef ben ik niet. Maar het feit dat dat niet gebeurd is, betekent voor mensen die kennis nemen van het gedicht, dat de doeltreffendheid van dat gedicht groter is dan wanneer in plaats van dat gedicht alleen dat ene schot ervan zou zijn. En Kees, heb jij daar ook nog zo makkelijk sprekende als je kunt commentaar op? Ja, natuurlijk. Daar zijn we heel veel gekomen. Het is misschien uit jouw inleiding niet volstrekt duidelijk geworden, maar uit de opmerkingen van Rudy Cornette wel. Wij worden verondersteld met name over het sociale aspect een en ander op te merken. Nou nee, dat is helemaal niet verondersteld. Dat is ook niet dwingend, want we zijn hier in de vrije ruimte van de wereld van Lutje Bert. En een van de aspecten is, nou ja, die maatschappelijke kant die we ik wil er ook wel iets over zeggen. Ik stond op het punt om er iets over te zeggen. Ja. Maar ik moet een klein omweggetje maken met een verhaaltje, maar dat is heel erg kort. In de tijd dat de revolutie door de universiteiten in Nederland ging, werkte ik in Nijmegen, zoals jij weet, waar die revolutie extra hoogtij vierde. En op het moment dat dat gebeurde, dat was dus in de late jaren 60, stond al op de verplichte literatuurlijst voor studenten Nederlands Lutje Bert's bundel Apocryfe dan alfabetische naam. En dat was, ik wil niet zeggen revolutionair of progressief in die tijd, maar bepaald reactionair was het ook. Bij de vele eisen die studenten aan hun studie stelden, waren er ook met betrekking tot de literatuurlijst. En een van die eisen die hier dan van belang is, was dat in plaats van de bundel Apocryfe de alfabetische naam, het gedicht Minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesia moest komen. Afgezien van de feitelijke luiheid tot uitdrukking komen in het minimalisme om een bundel te vervangen door een gedicht, zou je daar de bedenking bij kunnen hebben dat men dat deed op grond van overwegingen van maatschappelijke relevantie en van het sociale aspect. Want wat is het geval?
mijn brief aan onze Marco de Bruin Indonesia hoef je als gedicht nauwelijks meer te lezen. Je hebt dan de titel al gevoegd. Daar is volstrekt duidelijk aan welke positie gekozen wordt en welke directe politiek-maatschappelijke uitspraak daarin gedaan wordt. Ik zou dat niet vertellen als het bij dat incident bleef. Ik constateer in de loop der jaren dat in ettelijke interviews Lucia Bert door de interviewers bijna gedwongen wordt om steeds maar weer middenbrief te noemen en terreur en zo nog een enkel gedicht. Ik vind dat gênant. Want het miskent dat ook op andere manieren dan op die heel duidelijke, uitgesproken, expliciete politieke niveaus de sociale bewogenheid in het werk veel en veel dieper en ruimer is. Met andere woorden, je geeft nu een bepaalde kritiek in de richting van de zogenaamde literaire journalistiek, waarvan nog een staaltje in dat blad dat de naam Vrij Nederland draagt hebben mogen meemaken. En als je nou toch gewoon als een literair lezer naar dat werk kijkt, dan kun je toch ook gewoon voldoende kennis opdoen omtrent een bepaalde opvatting over de wereld. Moet je dan voortdurend naar de dichter stappen, Rudy, al van wie het signalement onbekend is? Ja, ik denk dus dat dat het geval is. Ik vind namelijk ook wat hij zegt, het gênant, dat Lucia Bert steeds moet verwijzen naar politie die sowieso duidelijk sociaal geëngageerd is. Wat mij treft in de poëzie van Lucia Bert is een soort van paradox. En hij drukt dat zelf uit in een gedicht van het wil me niet binnenschieten, maar help eens even van die schemermens. Nachtenlang bemediteerde hij schemermens. Het woord schampschuit. Dat betekent dat deze dichter, deze ik-zegger in dat gedicht, zich opgesloten heeft in isolement, zich heeft teruggetrokken. En dat isolement, je zou zeggen, dat is toch tegengesteld aan iedere extraversie, iedere naar buiten gerichtheid. En dat afgeleid zijn hierdoor. Ik denk namelijk aan een champagnekurk, en dat was het dus niet. Die extraversie, die is in tegenspraak met wat een dichter in wezen doet. Hè? Wanneer je Lucia Bert ook ziet in het laatste interview met Bieber, dan zegt hij van, joh, je moet mij niet vragen over vroeger. Ja, je mag me wel vragen over vroeger, dan vertel ik iets leuks over Johnny Kraaikamp, maar in godsnaam niets over mezelf. En als je iets niet over jezelf wil vertellen, dan denk je toch van, die man die heeft iets te verbergen. He, achter iedere antipsychologie schuilt een hele bijzondere en nieuwsgierig makende psychologie. En dat vind ik dus een belangrijke zaak. Ik wil dus weten wat Lucia Bert al zodanig te verbergen heeft. Waarom schrijft hij bijvoorbeeld signalement onbekend, zoals hij net zei, in die bundel Atonaal 1951. Waarom heet zo'n apocrief is weer een andere bundel die natuurlijk ook zo'n terughoudende naam heeft. Analfabetische naam, ook zo'n naam waarvan je zegt, nou, daar zit een ontkenning in. Dat is raar. Signalement onbekend, dan denk je aan, er is iets misdadigs met deze man. Iets crimineels. Hè? Het lijk is verminkt of de dader is onbekend. En dat heb ik toen ook in verband gebracht met een verhaaltje dat Lucia Bert mezelf ooit verteld heeft van Bert Brecht. Van het maken van een mooi gedicht is als het zetten van een goede kraak. Dat wil zeggen, een dichter die zijn eigen secretaris is, een eigen geheimschrijver, gaat achter zijn eigen secretaire zitten, dus ook zo'n geheim bureau, en die gaat daar in zijn dode eentje allerlei misdaden beramen. En het enige wat hij eigenlijk wil, is dat de misdaad die hij bedrijven gaat,
zo doeltreffend mogelijk zijn. En dat bedoelde ik zo net toen ik zei, dat schot, dat stelt niks voor, dat is maar een schot. Er gaat een kampbeul dood, nu, daar staat de wereld niet van te kijken, er gaan zoveel kampbeulen dood. Maar dat gedicht, dat blijft, dat duurt en dat werkt in diepte, in breedte. En dat is wat ik vind, wat Lutje Bets poëzie ook doet. Maar dan is altijd, en dat moet aan dit soort programma's natuurlijk, omdat ze ook via de radio worden uitgezonden, gezegd worden dat het altijd een klein deel van het publiek bereikt. Ofschoon ik daar ook geen problemen over heb hoor. Maar toch heeft Kees van der Wateling daar misschien wel gedachten over. Want jij zit toch in het literatuuronderwijs? Ja. Nu stel je het begrip sociaal aspect of sociaal engagement, wat van alles nog wat kan betekenen, dat is inmiddels wel duidelijk, op weer tegenover elitair, denk ik. Hè? Ja, vooruit. Ja. Nou, daar is maar één antwoord op. Dat is ook een van de mooiste antwoorden die Lutje Bets zelf ooit in een interview heeft gegeven op een vergelijkbare vraag, een vraag van gelijke strekking. Vraag luidde, is kunst een zaak van de elite? Ja, zegt Lutje Bert, van de elite van de geest, en daar kan in principe iedereen toe behoren. En daar moet je even over nadenken, maar ik vind het een erg fraaie manier om het begrip elitair ongeveer geheel uit te hollen, want daar blijft in deze manier natuurlijk niks van op. Ja. Kijk, en voor de rest, wat Rudy net al zegt in de breedte en de diepte, hoe zich dat afspeelt, daar kun je alleen maar vermoedens over hebben. Ik denk toch dat er zoiets als een olievlekwerking is. Hè? Dat werk van Lutje Bert en de andere experimenteerder heeft op zijn minst twee generaties geïnfecteerd, zou je kunnen zeggen. En dat gaat niet helemaal in lucht op. Ook al constateer je dat dan weer jongere generaties daar toch al meteen weer wat afstandelijker tegenover staan. Ja. Maar voor het overige is een constatering als 1,5% van de bevolking leest poëzie en hoeveel daarvan lezen dan een Lutje Bert. Ik vind dat je daar eigenlijk verder niet over kunt praten, omdat je dan terechtkomt in de sfeer van de kijkcijfers en de populariteitspols. En dat heeft zelfs geen maatschappelijke relevantie. Ja, maar toch vind ik het nu toch inderdaad een beetje zo van, we moeten de dichter vleien omdat hij aanwezig is. En daar heb ik ook absoluut geen bezwaar tegen, omdat ik ook een groot bewonderaar van de dichtkunst van Lutje Bert ben. Maar soms heb ik toch het gevoel dat ik het niet begrijp. En dan kan ik wel weer een citaat geven uit de moerasruiter en het paradijs. Dat is inderdaad de poëzie en de lezer soms. Hè? Soms denk ik de poëzie is het paradijs en de moerasruiter is de lezer. Die absoluut daar niet bij kan komen. Wat denk je van een Nederlander in Spanje? En een Nederlander in Spanje is natuurlijk nog vreemder. Naar Franco mag het geloof ik weer, maar dat weet ik niet. Maar de keuze is gering, staat er in die bundel. Terwijl je vlooit het varken, verbreek je de zegels van het mysterie. Terwijl je vlooit het varken, dan denk ik dus eventjes aan de criticus die de teksten leest, die de poëzie van een dichter analyseert. En dan krijg je dus de opmerking van, verbreek je de zegels van het mysterie. Dat zijn die meisjes van de MMS van vroeger. Die zeiden van, je moet toch niet analyseren, want dan verbreek je de schoonheid van het gedicht. Mag ik nou dat citaat uit die Morasruiter en het paradijs zo interpreteren dat jullie het varken vlooien, met andere woorden Lutje Bert analyseren, en daarmee het geheim dat hij wil verbergen openbaar maken. En dat je dus eigenlijk een soort inbreker bent in het geheim van de dichter. Ja, ik wil daar wel een antwoord op geven. Graag. Je moet onderscheid maken tussen Lutje Bert van vlees en bloed en Lutje Bert van inkt en papier. Ja, vlees en bloed, daar blijf ik verder van af, want dat wil hij zelf niet meedelen. Dus waarom zou ik daar niet spierend naar zijn? Maar die andere Lutje Bert, die heeft te maken met poëzie. Poëzie betekent dus vormen. En die vormen, die zijn voor onderzoek vatbaar. Ik weet niet of je dat vlooien, lezerij moet noemen.
ik ben daar niet helemaal. Ik ben daar eigenlijk een beetje ongelukkig mee met deze interpretatie van deze regels. Nou ja. Ik geloof dat je. Je mag een alternatieve interpretatie geven. De goudkorrels uit het zand leest, als je dat. Dat doe ik dus. Mm-hmm. Nou jij. Voor de helft is het waar dat wij die geheimen van die raadsels die gedichten zijn proberen te ontsluiten. Ja. Voor de andere helft is er natuurlijk veel meer aan de hand. Want niet alleen Loetje Bert is moeilijk in zijn poëzie natuurlijk. Er zijn er de laatste eeuw een paar meer geweest die een soort van poëzie hebben geschreven. Die in de moeilijkheidsgraad vertoont. En om daar even binnen het kwartier dat we al lang overschreden hebben een verklaring voor te geven. Dat is wat veel gevraagd. Maar ik vind ook wel een aardige conclusie. Ik bedoel, de taalkunde en de literatuurwetenschap kunnen dus kortom samenwerken om dit varken nader te wassen. Lijkt je dat niet een... Mag ik toch inhoog? Anders lijkt het een dooddoener en een afgesproken afsluiter, terwijl het nog niet zo was. Hè? Laten we zeggen dat, en dat heeft te maken met het sociale aspect, de moderne dichter, een voortdurende ik citeer bijna geloof ik uit een interview, een uiteenzetting geeft van het individu in zijn verhouding tot de gemeenschap. En dat individu hoeft... kan maar in heel weinig gevallen erg vrolijk gestemd raken door wat hij in de gemeenschap aantreft. Waarom moet dat dan zo moeilijk? Ja, dat is de paradox. Eén belangrijk aspect van die gemeenschap waar tegen hij zich af moet zetten, is nou uitgerekend die taal. En om het even kort te sluiten, hij kan zich dus eigenlijk niet in die taal uitdrukken om zich niet te, encanailleren met datgene waartegen hij protesteert. En dat is één van de aspecten waardoor die taal moeilijk moet zijn. Dan begrijp ik ook, en daar wil ik dan dit kwartier dat iets uitgelopen is mee afsluiten, dat het pseudoniem van de dichter een duidelijke aanwijzing is voor wat hij dan in wezen wenst. Dat heb ik tenminste begrepen van Cornetse Groot en van der Watering. Het pseudoniem is Loetje Bert en dat betekent lichtdrager, maar dan wel in de vermomming van een pseudoniem. Dat is de verborgen dichter die zich openbaar maakt in de taal. Of zoiets. Dank u wel.